Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Super leuk dat je weer kijkt. En zoals je kunt zien, hangen er slingers, want Sander is vandaag jarig. En hij is gewoon aan zijn werk, want het is maandag. En ik zit lekker op de stoel voor het raam. Lekker zonlicht te pakken en mijn voetjes op de verwarming. Het is niet zo lekker weer, maar ik heb vandaag besloten om het nog even rustig aan te doen. Ik ben natuurlijk vorige week naar een mesoloog geweest en daar had ik best wel veel inzicht op gedaan. Dat ik eigenlijk continu best wel onder spanning sta, onder druk. Ondanks dat ik personeel heb waar ik veel aan kan overdragen, maar toch voel ik dat ik best wel moe ben. En dat ik continu aansta. En dat is ook logisch, want dat hebben ondernemers natuurlijk vaak. Die zijn altijd bezig met hun bedrijf. Altijd aan het nadenken van, oh, dit is interessant, zou er iets mee kunnen doen. Of met dilemma's die je dan even laat broeden en daar wat uitkomt. Dus ik dacht, ik neem vandaag weer eventjes een off day of een relax dag of hoe je het ook noemt. En ik heb natuurlijk ook geen computer, want Marliek is er en die heeft natuurlijk de computer ook nodig. Dus wat dat betreft, was de keuze makkelijk. Ik ben met mijn reflectie bezig. In mijn notitieboek, waar ik elke week mijn reflectie in maak. Daar ben ik vorige week vrijdag niet aan toegekomen, omdat vorige week natuurlijk een beetje een gekke week was. Donderdag hemelvaart, vrijdag een soort van vrije dag. Ben ik natuurlijk met mijn vader in de tuin bezig geweest. Dus vandaag begin ik gewoon lekker met de reflectie van vorige week. En ga ik eventjes uitzetten welke doelen en dingen ik deze week wil doen. En dan is het tijd om te chillen. Een beetje te mijmeren, een beetje dagboek schrijven. Kopje thee drinken. Goed, ik zie wel hoe de dag loopt. Ja. Ik weet niet of ik het al verteld had, maar de mesoloog kwam er ook achter dat ik alle vitamines B mis. Dat ik een ernstig tekort aan heb en dat er een afwijking is in mijn lever. Daar ga ik supplementen voor krijgen. Maar dat verklaart natuurlijk ook een hoop waardoor ik zo vaak moe ben in mijn vlogs. Ik weet niet of je het gemerkt hebt. Ik ben een half jaar geleden naar de huisarts geweest voor bloedprikken. En daar konden ze niks vinden, niks afwijkends in mijn waardes. Dus ik ben nu meer in het alternatieve circuit aan het kijken van wat kunnen we nou aan die vermoeidheid doen. Ja, en vitamine B is een hele belangrijke. En zeker als je geen vlees eet, dan krijg je dat natuurlijk niet zo goed binnen. Dus het is niet eens alleen B12, maar alle vitamine B's. Dus daar ga ik supplementen voor krijgen met enzymen en zo. En ik ga kurkuma pillen krijgen, volgens mij kurkuma voor de lever. Want volgens mij heb ik last van levervet. En dat kun je krijgen als je alcoholist bent. Dat ben ik niet, want ik drink bijna geen alcohol, maar ik snoep wel heel graag. En dat zou wel een reden kunnen zijn. Dus dat vond ik best wel shocking. Ik ben nog best wel een beetje aan het verwerken wat ik allemaal heb meegekregen. En waar ik ook over nadacht, die lever is wel een dingetje, want met de bevalling had ik het HELP-syndroom. En daarbij was mijn lever vergroot, dus dat was ook iets met de lever. Dus het is wel iets waar ik me nu eventjes wat meer op wil focussen. Minder wil gaan snoepen, die supplementen wil gaan eten en het gewoon goed in de gaten houden. En dat is ook de reden waarom ik vandaag denk, ik moet gewoon echt eventjes aan mezelf denken. En gewoon eventjes ontspannen. Ik kom net uit de My Lovely Notebook grot en het is opeens super lekker weer buiten. Heerlijk! Nou, snel ga ik Jade ophalen en daarna komen de ouders van Sander om hem te verrassen omdat hij jarig is. En dan gaan we eventjes een glaasje champagne drinken, gewoon omdat het kan. Heerlijk! Oh, poep. Heb je poep? Ja. Uh-oh. Zo'n technische dochter. Die wil maar allemaal clipjes en riempjes en sluitingjes. Vindt ze echt fantastisch. Knap van jou. Ga je die blazen? Ga je de paardenbloem blazen? Goed zo, hier is nog één. Wil je die ook? Oh, het zit aan je mond. Oeh! Goed zo! Het is dinsdag en Sander is lekker met Jade op pad. Want het is zijn papadag en ik zit lekker in de tuin aan de tafel te werken. En ik ga zo meteen eventjes wat lezen. Ik heb net heel veel dingen gedaan. Bestellingen bij leveranciers, overleggen. Eigenlijk een beetje van alles. Dus ik ga zo meteen me eventjes verdiepen in wat
inhoud over schrijven. Want wellicht krijg ik daarmee meer inspiratie om wat leuke Facebook posts te plaatsen. En Poes Rosa ligt lekker op de bank. Genieten, hè? Oh. Om 6:55 kwam ik erachter dat ik vergeten ben om naar yoga te gaan. En het begint om 7:00 en het is in Eindhoven, dus dat is zeker bijna een kwartier rijden. Dus en ik heb er zo de pest in. Ik ben echt de hele tijd een beetje boos op mezelf dat ik het vergeten ben. Sowieso omdat het heel fijn is. En daarnaast is het gewoon heel erg zonde, want het kost wel gewoon geld. Ik heb er gewoon totaal niet meer aan gedacht. Dus ik heb er gewoon een beetje de pest in. Nou, misschien dat ik morgen ga. Ik ben eigenlijk ook wel weer een beetje moe, dus ik ga lekker dan chillen. Maar ik had liever naar yoga gegaan, heel eerlijk. Het is woensdag en ik zit met Jade op de fiets, want het is mijn mamadag. En ik wil natuurlijk iets ondernemen. En ik had overwogen om te gaan zwemmen vandaag, omdat ik vind dat we dat weer eens een keer moeten doen. Maar het is eigenlijk best wel mooi weer, want zoals je ziet, ik heb alleen een trui aan. Een dun truitje. Het is hartstikke lekker, dus we gaan even op de fiets op pad. En we zijn onderweg naar de Intratuin. Want zij pakt heel vaak onze grote bezem. Dus ik ga eventjes een klein bezempje voor haar halen. Vogel, goed zo! Wat kan jij dat goed, hè? En we gaan er gewoon eventjes in de ballenbak spelen en een baby Gino drinken. Welke? Moet die dicht? Ja. We zijn nu bij de Intratuin en ik wilde hier eigenlijk gewoon een cappuccino en een babychino bestellen. Maar ze hebben zo'n ontbijtje voor 2 euro en daar zit de cappuccino bij in. Dus we gaan gewoon nog lekker even een ontbijtje eten. Lukt het niet? Lukt het niet? Kijk eens. Ja, voor hetzelfde geld heb je dus gewoon een heel ontbijt. En ze hebben een hele leuke babychino hier. Met spinkeltjes. Dus zelfgemaakte vegetarische pasta bolognese. Dat vindt het heel erg lekker. Nou, het gaat er goed in zo te zien. Zelf gemaakt met vegetarisch gehakt erin, zodat ik het ook kan eten. En dus we hebben ook een portie voor Jade bewaard. Lekker? Hey, het is donderdag. Jade is net opgehaald en ik zit weer lekker op kantoor. Ben lekker aan het werk. En ik ga nu iets bestellen wat ik al heel lang wil bestellen, maar een beetje heb uitgesteld. En dat zijn namelijk planner stickers uit Amerika. En ze noemen het ook wel Mambi van Me and My Big Ideas. En ik denk dat het wel een hele leuke toevoeging is. Zelf ben ik ook heel erg dol op stickers in mijn agenda te plakken. En in mijn notitieboeken. Gewoon om het een beetje op te leuken. En waasje tape natuurlijk ook. Dus dat ga ik nu bestellen. Eindelijk. Ja, ook ik heb het last van uitstelgedrag. Waarom weet ik niet. Ik zei net dat ik stickers ging bestellen, maar ik ben helemaal afgeleid en ik ben totaal iets anders aan het doen. Want ik kreeg een ingeving om weer een verrassingsbox te doen, maar dan voor de zomer. Dus een zomereditie. En ik weet hoeveel stress het heeft opgeleverd de laatste keer. Maar ik denk wel echt dat het heel erg leuk is om een soort vakantiebox te maken. En dit keer had ik ook bedacht om verschillende boxen te maken. Dus een soort van medium, een extra large en een VIP. Dus daar ben ik nu stiekem mee bezig. En ik ben het eigenlijk al aan het maken. Dus ik zit in de creatie en ik laat het lekker gaan. Bestel ik dan straks ook nog. Vind ik op zich wel fijn dat je dan, ook al is dat iets wat moet. En er zit niet een hele harde deadline aan. Want inkopen, wanneer ik een nieuw product toevoeg, bepaal ik natuurlijk zelf. Maar als ik nu in de flow zit van zo'n nieuw product of een nieuwe dienst of pakketje. Dan wil ik er gewoon meteen aan de slag. En dat kan. Heerlijk. Nou, ik ben eindelijk aan de stickers begonnen en ik moet jullie het even laten zien, want het is echt zo cute. Dit soort stickers, ik word hier toch wel echt heel erg blij en happy van. Hey, het is vrijdag en ik zit hier lekker hierboven en het zonnetje schijnt. En ik heb net, bijna 1,5 uur gebeld met een vriendinnetje die ik van online ken eigenlijk. En dat was heel gezellig en we helpen elkaar eigenlijk heel erg in de... in de processen waar we allebei mee bezig zijn. En vaak zijn learnings voor mij ook weer
learnings voor haar en andersom. En zo krijgen we mooie inzichten, dus dat is heel fijn. Nou, ik ben bezig met de stationery box op het moment. De vakantie summer vibe box. En als ik die boxen samenstel, dan wil ik dat visueel voor me zien. Dus ik ben nu een soort van moodboard aan het maken, waar ik plaatjes van de producten plak, om te zien of de balans goed is. Of het er goed bij elkaar uitziet, of het niet te veel van het een is, of niet te veel van het ander. Nou, superleuk. Dus ik ben lekker creatief bezig deze ochtend. En is een keer wat anders, hè? Zo, we zijn nu in Eindhoven. We gaan even een hapje eten bij de Gourmet Market, wat we zo leuk vinden. Dus we hebben net Jade opgehaald van de crèche. We lopen daar nu heen. Nou, we zijn weer thuis. We waren in Eindhoven, hebben lekker gegeten bij de Gourmet Market en daar nog een rondje gelopen in de stad. En ik heb heel erg goed nieuws, want mijn laptop is er weer! Yay! Oh, ik heb hem zo gemist en hij is er weer. En ik kon in de winkel eventjes zien dat al mijn documenten er nog op staan. Want ze zeiden, potentieel moeten we, ja, of kan het gebeuren dat alles verwijderd wordt, maar alles staat er nog op. Dus ik ben heel blij. En er zit een heel nieuw toetsenbord in. Maar waar ik wel van baal is dus dat ik een MacBook Pro heb. Dus de kans dat het weer gebeurt is aanwezig. En ja, je hebt maar 90 dagen garantie op de reparatie. Dus, maar goed, ik ga ervan uit dat hij nu heel blijft. En dan ga ik er iets voorzichtiger mee om, dus iets minder snel mee buiten zitten. Is niet anders, maar ja, het zou toch zo zonde zijn als je computer gewoon na korte tijd weer helemaal stuk is. Maar goed, ik heb hem weer heel erg blij mee. En Sander brengt nu Jade naar bed en wij gaan nog eventjes lekker Netflixen. As usual. Het is zaterdag en wij hebben project fotoalbum voor Jade weer opgepakt. We zijn bezig, ik heb ooit een keer heel veel foto's afgedrukt en nu moeten we de laatste foto's nog inplakken. En dan weer nieuwe bestellen om het fotoalbumboek of het fotoboek af te maken tot met nu. En vanaf nu heb ik besloten om elke maand 10 foto's thuis te laten bezorgen. Afgedrukt zodat ik dat gewoon kan bijhouden en dat het niet zo oploopt en een ding wordt en dat me achtervolgt van oh, dit moet ik al zo lang doen. Dat voelt het nu wel, maar ik wil gewoon dat haar babyboek, zeker van het eerste jaar, gewoon klaar is. En vanaf nu ga ik het dus bijhouden met 7 of 10 foto's per maand en dan, ja, is een kleine moeite. Dan ben ik er gewoon maar een half uurtje per maand mee bezig. Maximaal. Dus ideaal. Dus we hebben hier een mooi fotoalbum voor Jade. En nou, we zijn bij Koningsdag vorig jaar nu. Dus dat, nou, was dit. Dus we zijn precies een jaar lopen we achter. En ik heb hier nog een hele stapel van allemaal dubbele foto's. Want ik wil ook voor mezelf een fotoboek maken. Want mijn moeder vond het heel lastig om mijn fotoboek aan mij af te staan. Toen dacht ik, nou, dit boek wat ik maken voor Jade, die mag zij hebben. En dan hou ik zelf natuurlijk ook een boek. Want ja, voor mij was het ook een hele bijzondere ervaring om moeder te worden. En ik heb allemaal foto's van de baby shower. Dus vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om ook dat vast te leggen in een mooi boek. Nou, we kijken ook eventjes natuurlijk naar het huwelijk. Dat is toch wel leuk om eventjes te zien. Het is zondag en ik ben met dit hele lieve schattige meisje. En ze heeft zelfs een heel staartje in. Dat is nieuw, dat kunnen we tegenwoordig heel goed, hè, staartjes. En Sander die is hardlopen, dus wij zijn samen alleen thuis. En Sander gaat heel ver, dus je gaat anderhalf uur rennen. En je lieverd, en wij gaan lekker ontbijten nu. Ontbijten. Meer. Ja, meer. En we hebben een lekker ontbijtje. We hebben een lekker ontbijtje met verse sap. Sander heeft sinaasappel mango gemaakt. En we geven Jade ook altijd een klein beetje, omdat het zo lekker vindt. Oh, met je rietje erin, hè? Zo, en dit is mijn ontbijt. Lekker kaas-uienbroodje, daar ben ik echt dol op. Oh ja, en mijn vitaminepillen. Die supplementen die ik sinds kort gebruik. Even niet op de troep eromheen letten, maar deze tulpen staan al een week. En kijk hoe mooi ze nog zijn. En ze zijn nog niet eens helemaal open. Zijn van de Jumbo en die hebben een 7 dagen vaasgarantie. Nou, dat blijkt, want na een week zijn ze nog steeds heel mooi. Ook heel leuk. Jade heeft sandaaltjes gekregen. Hele schattige sandaaltjes. En toen ze ze aandeed, zei ze, wauw. We gingen eigenlijk voor die van Kipling kijken. Maar ze heeft dus hele smalle voeten. Heeft ze waarschijnlijk van mij. Dus die Kiplings die konden helemaal niet dicht. Dus ja, we waren overgeleverd aan een ander merk. En deze met de bloemetjes vond ze heel erg leuk. Dus, nou, mama vindt ze ook heel mooi. Ja, in rosé goud.
Hartstikke hip hoor, Rosé Goud. Ondanks dat het zondag is, heb ik wel net een levering gekregen van Noona. Want de leverancier die was onderweg naar het zuiden en die zei, zal ik ze even langs brengen? Super fijn. Dus we hebben weer twee dozen met mooie Noona notitieboeken. En een nieuwe, die moet ik even laten zien. Het is een heel kleintje met dotted papier. Maar hij is echt een soort van, ja, rosé gold. Nee, wat is het? Hoe noemen ze het? Cosmo Rose. Maar ik vind hem echt super cute. Heel handig voor onderweg. Dus nou, kan ik die weer eventjes online zetten. Stiekem een klein beetje werk in het weekend, maar vind ik niet erg. We zitten in de auto en zoals je kan zien is Sander mijn auto aan het schoonmaken. Want die heeft onder een hele vervelende boom gestaan met heel veel poep op mijn auto nu. Dus we doen heel eventjes bij het tankstation een beetje schoonmaken. In ieder geval dat de lak niet aangetast wordt. En verder zit ik weer met een laptop op schoot. Want ik ga weer eventjes een vlog monteren. Want wij gaan nu naar Arnhem, Oosterbeek, naar een vriendinnetje van mij. En die heeft ook een zoontje in dezelfde leeftijd als Jade. En dan kan ik eventjes mijn vlog al een groot stuk doen. Dus weer hashtag productief. En dat op deze zondag. Super fijn. Want ik ben natuurlijk een beetje vooruit aan het werken, omdat ik binnenkort naar Ibiza ga. En dan ja, wil ik zoveel mogelijk taken en dingen afgerond hebben. We zijn weer terug uit Oosterbeek. Het was echt super gezellig. En die kindjes samen waren ook echt zo leuk. Echt heel schattig. En nu ga ik even al mijn plantjes water geven in de tuin. Want ja, dan blijven ze lekker lang mooi. En ik ga de vlog ook afsluiten. Het is zondagavond, eerste Pinksterdag. En ik hoop je volgende week weer te zien bij een nieuwe vlog. Doeg!